Die beginnen in het verhaal met een schokwater voorzien met een dosis CO2. Daarom kan ik ook harder praten. Welkom bij mijn lezing. Het hele verhaal opgenomen, ik loop er vrij snel doorheen, want ik ben bang dat ik niet binnen de tijd blijf. Maar het verhaal wordt opgenomen, kunnen jullie later urenlang bewonderen. Mijn naam is Piet Tunners. Dit verhaal, klimaatverandering, energietransitie, waar ik me 3 maanden geleden voor heb aangemeld, wist ik op dat moment nog niet 100% of ik dat wel kon vertellen wat ik dacht te kunnen vertellen, maar dat kan ik dus nu wel, met volle overtuiging. Ik heb eerst even voor de internationaliteit in het Engels. Dit is eigenlijk het hele verhaal. Het komt erop neer dat de temperatuurverhogingen van de afgelopen 100 jaar allemaal van rekening komen, voornamelijk van rekening komen van draadloze straling. In tekst, in Engels. Dus het eerste verhaal is de draadloze straling verhoogt de temperatuur. En tot slot doe ik nog een korte samenvatting van wat er op het gebied van energietransitie, dus zonder CO2 op te wekken, allemaal mogelijk is. Maar dat is eigenlijk bijzaak, dat is niet meer nodig. Dit voor de Duitse toeschouwers. En nu het Nederlands. Nou, even kort de tekst. Ik ben voornamelijk Duits georiënteerd, moet ik erbij zeggen. Maar het verhaal doe ik in het Nederlands. Energietransitie, klimaatverandering. Dat doen de meest wetenschappelijke verhalen de ronde. Die beginnen bij miljoenen jaren geleden. 4 miljoen jaar geleden zouden de kooldioxideconcentraties ongeveer aan dezelfde hoogte zijn geweest als het nu is. De temperaturen zouden beduidend hoger zijn geweest als nu. En de zeewaterspiegel zou 20 meter hoger zijn. Daar doe ik dus verder niks mee. Ik heb mijn eigen verhaal. Het eerste is waardoor het verandert, het klimaat nu, waar het nu echt door verandert. Het tweede stuk over de energietransitie die in feite al 100 jaar geleden mogelijk was. En ook nog veel beter dan de huidige plannen, want op dit moment is het natuurlijk alleen maar geld maken. En tot slot een hele korte samenvatting. Introductie, daar beginnen we. Dit verhaal is bij de meesten bekend. De opnames van het CO2-gehalte en de temperaturen die ze geanalyseerd hebben op basis van monsters die ze genomen hebben op de Zuidpool, bij Vostok. Dit gaat terug tot een dikke 400.000 jaar geleden. En de belangrijkste conclusie van dit verhaal is dat de temperatuur eerder aangestegen is, eerder omhoog gaat als de CO2-concentratie. Die gaat dan pas naar de hand omhoog. Over deze pakweg 400.000 jaar is die CO2-concentratie volgens deze analyses slechts gevarieerd van 180 tot 300 ppm. En de temperatuur tussen min en max, dan moet je dus aan 10 graden denken. Het is natuurlijk een hele portie, als we dus nu heel veel drukte maken over ongeveer 1 graad voor de laatste 100 jaar. Maar die laatste 100 jaar, dat zit hier natuurlijk helemaal hier achter aan het eind. Dat is bijna niks ten opzichte van die 400.000 jaar. Wat korter bij huis. De Partertse, dat is de uitloper van de gletsjer van de Groosglockner. Daar zijn, of daar is, er zijn veel hout resten naar buiten gekomen nadat hij dus een paar kilometer is afgesmolten in de laatste 20, 30 jaar. En een van de meest opzienbarende vondsten was een boomstam van een 8 meter lengte, bijna 2000 kilo, die daar onderuit vandaan gekomen is. Je kunt dit nakijken op de video van de Oostenrijkse televisie.
betekent dus dat er toendertijd, 6000 jaar geleden hebben ze het gehoord, dat er toendertijd temperaturen waren die beduidend en beduidend hoger waren dan ze nu zijn. Die gletsjer is, ik ben aan 72 op geweest, nu zeker 2-3 kilometer korter. Een andere illustratieve documentaire is van de Duitse televisie, niet zo lang geleden uitgezonden, een jaar geleden. Staat er nog 100 jaar op, geloof ik. En daarin wordt verteld door een of andere geoloog die gewacht maakt van boomvondsten hier in de Noordzee, waar toentertijd überhaupt geen water was. De zeespiegel is inmiddels 100 meter water hoger. Dat betekent dus, over 6000 jaar is die 100 meter gestegen. Of in een relatief korte tijd daarna is die dus tientallen en nog eens tientallen meters gestegen. Op dit moment ligt de Doggerland, de Doggerbank, zullen we zeggen, die ligt ongeveer een meter of 20 onder water. Dat is een stuk land, ongeveer zo groot als Nederland. Dat ligt gemiddeld 20 meter onder water. Dat zijn dus ten opzichte van waar men op dit moment enorme stampij over maakt, zijn dat natuurlijk gigantische bewegingen wat daar hebben plaatsgevonden. In datzelfde kader van de analyses van dat spul, van houtresten die onder de gletsjers uitkomen, deed dokter Jan Esper van de Universiteit in Mainz analyses en komt tot de conclusie dat dit het verloop was. Hier zie je dus, hij gaat dus terug tot de Romeinse tijd en hier zitten we op dit moment, dus de laatste 2000 jaar, en reconserveert daar uit de temperatuurverloop en je ziet dus dat dat eigenlijk continu, zeker 2000 jaar, een dalende tendens is. En die dalende tendens die gaat door tot praktisch dit is, als je gaat kijken, dit is ongeveer 1920, waar hij weer een sprongetje maakt. Maar desalniettemin is hij nog vele malen lager dan hij toen was in de Romeinse tijd. En ook in de middeleeuwen. Dit wordt ook nog weer eens bevestigd door andere de analyses, die lopen ook terug tot een 2000 jaar, dat loopt natuurlijk. Hier zijn we in de huidige tijd en hier ook zitten we ergens in de buurt van de 1900, dik na 1900, 1920, waarbij die temperatuur weer begint te stijgen. Hetzelfde verhaal, nog eens, maar dan maar voor de laatste 1000 jaar, van het jaar 1000 tot heden. Ook hier zie je dus de dalende tendens. Dit komt uit het beruchte verhaal van IPCC, die het hele klimaatprobleem in de wereld zette. Maar je ziet dus wel degelijk dus een stijging vanaf, zeg maar, pakweg 1920, duidelijk omhoog. Maar nogmaals, dit ligt nog lager dan het vroeger was. Dat betekent, dit zet zich door. Die dalende tendens, die koelende tendens van de aarde zet zich door, ondanks het feit dat we dus in 800, 1800, in sommige plaatsen vanaf 1750 tot 1850 en daaromheen hier de industriële revolutie hadden, waarbij gigantisch veel gestookt werd en een zeer hoge CO2-concentratie ontstonden. Het CO2-verhaal op zich, in deze grafiek zie je vanaf 1850 tot heden, pakweg, 2010, wat de CO2-emissies waren, hoe die zijn toegenomen. En je ziet eigenlijk een lineaire toename, pakweg vanaf 1850 tot na de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer kun je daar een rechte lijn trekken, maar en vanaf na de Tweede Wereldoorlog gaat hij dus eigenlijk in een rechte lijn gewoon steil omhoog. Je moet houden, vanaf 1945 gaat hij dus lineair omhoog. Blijft gewoon omhoog gaan, met andere woorden. Vanaf dat punt zijn de CO2-emissies blijvend hoog gegaan, ook hier natuurlijk. Als je, daar kom ik gelijk op. Dit zijn de analyses van bubbels die ze gevonden hebben in de Zuidpool, waarbij ze uit de in de ijs opgesloten lucht hebben gekeken wat daar een concentratie in CO2 in was. En dan zie je ook hier. Uit die analyse zie je, kun je hier ongeveer een rechte lijn doortrekken die in feite doorloopt tot praktisch 1980. Die blijven dus stijgen tot 1980 en daarna
zijn ze dus nog verder gaan stijgen. Die laatste metingen komen eigenlijk uit directe metingen die dus direct uit de lucht genomen zijn, zijn 100 tot 200 jaar. Die andere, deze helemaal die voorgaande, komen uit de boringen die ze op de Zuidpool gemaakt hebben. Maar nogmaals, het blijft dus continu doorlopen. Tot 1980. Die directe metingen, waar we gelijk nog wat meer details van zien, hier op het noordelijk halfrond, zijn opgenomen door 43 stations tussen 1812 en 2004, dus de grafiek die we gelijk zien, met 90.000 metingen op zich. En als je dus kijkt wat er hier op het noordelijk halfrond aan CO2-concentraties aan de orde geweest is, dan zie je dat hier beneden zie je de concentratie die ze hebben gemeten op basis van die boringen op de IJspool, op de Zuidpool. En dit zijn de metingen die hier in het, zeg maar op het noordelijk halfrond genomen zijn in de lucht. En dan zie je dus rond 1800, even na 1800, zie je een enorme piek, die gaat naar 440, 440 ppm. Diezelfde piek wordt nog eens een keer gehaald tijdens de Tweede Wereldoorlog. En we hadden een dieptepunt rond 1885. Eigenlijk, midden in de industriële revolutie, hadden we een dieptepunt. Daarna is het beginnen te stijgen. Dit is de Eerste Wereldoorlog, ik kom daar gelijk nog op terug. Dit is de Tweede Wereldoorlog. Hierna, dus daarna valt hij weer grandioos naar beneden, tot 1950. En lopen die metingen van op het noordelijk halfrond en van de Zuidpool lopen praktisch parallel, dat zijn ongeveer hetzelfde. De concentratie op dit moment, waar gigantisch veel over te doen is, is 415 ppm. Wat dus vorig jaar ergens halverwege het jaar bereikt werd. We hadden dus eigenlijk al hier, tenminste, 440 een paar keer. Toen er veel en veel minder gestookt werd, als op dit moment aan CO2 vrijgezet wordt. Het temperatuurverhaal wat in het kader van klimaatverandering verkocht wordt, is dit. Of beter gezegd, men heeft het diagram gereduceerd tot een verhaal dat begint bij 88 en gaat tot 2017. Toen hebben ze dit op de markt gebracht, 2018. Wat in feite weggelaten is, zijn die 2000 jaar waarmee dalende temperaturen waren. Die zijn er niet op. Maar je ziet hier nog, lichtelijk, hierin zie je in deze tik-tak, zie je toch nog een dalende tendens. Daarna gaat het stijgen. Die stijgingen worden eigenlijk door bepaalde organisaties toegeschreven aan de fossiele verbranding van brandstoffen. We hadden dus dalende temperaturen, die lopen door tot 1920. Vanaf 20 opeens springt die temperatuur omhoog. Er zijn dus blijkbaar, dus ondanks het feit dat we al hier door de industriële revolutie heen zijn, blijft die temperatuur dalen. Terwijl de CO2-gehalte blijft stijgen. Dat hebben we het net gezien, dat loopt door tot 1980, dan gaat hij nog eens echt hoog. Er zijn dus bepaalde punten waar je extra naar moet kijken, om wat is daar nou aan de hand, waardoor komt dat? Want CO2 kan niet de oorzaak zijn. Dat past niet bij elkaar. Vanaf 1920 krijg je wel opeens een opleving daarin. En er zijn dus nog blijkbaar andere oorzaken. Een afdoende verklaring is er eigenlijk niet. Er zijn meerdere partijen die zich denken te permitteren hoe dat nou zit, waardoor dat komt. Wat er nou aan de hand is over de laatste 200 jaar, laat staan 20.000 jaar of 4 miljoen jaar, waar dus heel universitaire organisaties hun zegje over doen. Hier, ik vertel een ander verhaal. Het enige echte, denk ik. Nou, dat is helemaal goed. Dus jullie ziet het goed. Klimaatverandering, daar komt-ie.
Ik werd op een gegeven moment getroffen door een opmerking van een persoon in een conferentie, die was volgens mij in Gaarderen, 20 jaar geleden of nog langer. Het ging ook over het klimaat. En tijdens, tussen een lezing door, in een discussie, stond er een man op en die zei heel gedecideerd wat hier staat. De enige statistisch significante temperatuurstijging was opgetreden bij de overal in bedrijfstelling van radiozenders. Dat is ook de aanleiding om aan te melden voor dit verhaal, maar ik wist nog niet van ja, wat heeft die man gezegd, klopt dat wel allemaal, dat klopt wel degelijk. En nog meer. We gaan terug naar deze grafiek, die eigenlijk de hele wereld verkocht wordt als de grote boosdoener. Hier stijgt die temperatuur, die stijgt dus pakweg ongeveer een graad, 1 graad 20, 1,5. Ja, wat zie je daaraan? Als je niet weet wat je moet zoeken, zie je er natuurlijk niks aan. Dus het zigzag, het gaat omhoog. Het enige wat je direct min of meer zou kunnen zeggen, kijk hier, dit is bij 1945, 1945, dat is de oorlog, de laatste oorlog geweest. Rek je dat ding op, zie je nog minder. Druk je hem samen, zie je nog duidelijker dat hier een beetje dalende tendens is, maar hier de oplopende verhaal na vooral de Tweede Wereldoorlog. En dan loop je eigenlijk, zeg maar, voor dit beeld continu op. Dat zie je hier nog eens versterkt, want naarmate je dat meer plat drukt. Wat eigenlijk gebeurd is op die grafiek waar aan het begin mee gestart zijn van 400.000 jaar geleden. Waar 400.000 jaar zijn afgebeeld op dit scherm. Is natuurlijk, dit verhaal is iets van ja, de laatste streep op dat vorige diagram. Ja. Waar je naar zit te kijken. Maar nu kijk je dus de laatste 100 jaar. En als je nou gaat kijken naar wat die man zegt van de plateaus. Of je daar plateaus kan onderkennen. Hier zie je nog lichtelijk die dalende tendens. Hier zie je dus dat duidelijk een verhogende trend is opgetreden. Dat is nog eens duidelijker het geval vanaf dit moment, hier we zitten weer nog bij de laatste oorlog, dat loopt door. Eigenlijk zie je zelfs hier nog dat die lichtelijk daalt, we gaan straks nog even op terug, dan zie je hier weer meerdere sprongen. Als je goed kijkt zie je duidelijk meerdere sprongen. Nog eens, hier zie je er nog eentje en hier. Die sprongen zitten, dat eerste plateau start bij 1920. Dat tweede plateau start bij het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het derde plateau start rond 1980. Dus dit. Het vierde plateau, springt hier weer wat hoger, ziet dat blijven een paar keer heet iedereen weer, is rond 1990. Een volgende waar die blijft hangen en hoog, op een hoger trapje zit, met de temperatuur, is rond 2000. En een laatste sprongetje, voorlopig laatste sprongetje, ligt vanaf 2010. In dit geval kom je op zo'n 2013. Dus natuurlijk de vraag van, zijn dit zie je, zou je zo eruit kunnen halen? Maar kun je daar bepaalde gebeurtenissen aan koppelen? Dat kun je gemakkelijk, als je weet wat je zoekt. Als je namelijk hier op deze websites kijkt, krijg je het verhaal van 0G tot 4G. En uiteraard nog 5G, waar ze het dan al na de geuren en kleuren over hebben. En wanneer die gestart zijn, wanneer die technologie in de wereld gezet is. Dat is niet in alle landen ongeveer gelijk gebeurd. Gelijk gebeurt, niet op één bepaalde datum, maar soms zit er maar 1 of 2 jaar voor of achter. Dan zien we de radio in Nederland, de eerste radio-uitzendingen begonnen in 1919. Dus knap voor 1920. Wat ze 0G noemen, is vanaf 1940, 1946. Toevallig, tussen haakjes, op waagtekens. Allemaal toevallig, dat is überhaupt natuurlijk niet toevallig. Vanaf
1980 hebben we 1G, wat ze 1G noemen. Vanaf 1992 hebben we 2G. Vanaf 2000, 2002, 2003, hebben we 3G. Vanaf 2010 en nog wat daarna, hebben we 4G. En we hebben het net gezien dat dat precies die getallen zijn, die jaartallen, waar we die duidelijk, toch duidelijk zichtbare sprongen in die temperaturen van het klimaat kunnen waarnemen. En dat zijn dus, deze grafiek is door een vijftal zeer gerenommeerde organisaties tot stand gekomen. Het is niet zomaar wat ik ergens nog ergens een almanak geplukt heb. Daar lijkt eigenlijk geen twijfel, die sprongen zijn duidelijk gerelateerd aan elektromagnetische velden kunstmatig in de atmosfeer gebracht. In dit geval om, in de vooral om gewone communicatie voor de burger te verbeteren, of beter gezegd, de vooruitgang te ondersteunen. Dit is eigenlijk het hele verhaal. Dus je kunt eigenlijk de hele poppenkast rondom de klimaatverandering en de miljarden, de honderden tot duizenden miljarden die daar aan verspijken worden, kun je vergeten, is nergens van nodig. Als je dit afschakelt, dan ben je er al vanaf. Misschien blijven we daarbij hangen, bij die bovenste, bij 2010, 2013, waar we nou zitten. Deze boom, deze halfkale boom, die staat op meer dan 500 meter van die mast. Meer dan 500 meter. Dat is bij ons achter een verhaal. Ik kan nog meer details over vertellen. Dit is 2G, 1G, 2G, 3G, 4G. Niets te zeggen. Ik word wel lekker warm, begrijp ik. Dan kijken we nog eens naar de situatie tussen 1940 en 1980. 1940 hadden we 100.000 auto's, autovoertuigen. In 1980 waren dat 4 miljoen. Dus 40 maal zoveel. 40 maal zoveel uitstoot. We verbruikten 6 miljard kilowattuur in 1940. In 1980 60 miljard kilowattuur. 1000% meer, 10 keer zoveel. Het totale energieverbruik verdubbelde. Wat zeg ik, verviervoudigde. Van 158 petajoule naar 600 dik. De concentratie gedurende die tijd stijgt de concentratie van CO2 van 300 naar 350. 13%. Dus die concentratie CO2 blijft stijgen. We gebruiken ook veel meer. Dat is logisch. Maar het temperatuurniveau blijft constant of zakt zelfs eerder nog. Lichtelijk, kan je zien in die globale grafieken. Dat is dus eigenlijk een indicatie dat CO2 zeker niet de oorzaak kan zijn van die temperatuurstijgingen. Die temperatuur bleef gedurende die periode van 40 jaar nagenoeg gelijk, zakte zelfs een beetje. De CO2-concentratie blijft gewoon doorstijgen. Het verbruik is gigantisch doorgestegen. Hier nogmaals de grafiek zelf. Je ziet dus tussen 1940 en 1980, zie je dus, als je goed kijkt, zie je eigenlijk toch een lichtelijk daal. Vooral in de 70 jaren, 60, 70 jaar, dat je iets daling te zien krijgt. Maar in feite is het verhaal tussen 1940 en 1980 klopt nog helemaal niet. Er is dus
een andere oorzaak. En je ziet dus, tussen 1940 heb je 0G en bij 1980, wanneer dat weer omhoog gaat, dan beginnen ze met 1G. Bij 1G gaat hij de lucht in, dan gaat de temperatuur omhoog. Die gaat niet van CO2 in, die stijgt al langer. Die stijgt al vanaf 1940. Hoe zou dat dan tot verwarming van de atmosfeer leiden? Kom ik gelijk op. Heel simpel. We kijken nog eens in detail naar ongeveer diezelfde periode. En dan zie je dat zelfs een kleine piek is voor de Eerste Wereldoorlog. Bij 1915, 1916, 1918. En een vrij grote piek in die temperaturen, de rechtse grafiek. Bij de Tweede Wereldoorlog. De echte gemeten, de directe metingen van CO2 waren in die periode, de Eerste Wereldoorlog, kwamen uit op een 335 en in 1944 was het dus gedurende de Tweede Wereldoorlog. Dus er waren echte enorme pieken in de CO2. Je zou dan nog haast gaan concluderen, daar is dus toch een koppeling. Wellicht is er ook een koppeling, maar die ligt helemaal anders. Want er zijn dus duidelijke pieken in CO2 en de temperatuur gedurende de Eerste Wereldoorlog, maar vooral gedurende de Tweede Wereldoorlog. En wat is daar aan de hand? Er waren toen, zeg maar tijdelijk, gedurende een 5 jaren waren er veel meer voertuigen, maar je hebt het dan over hier van Nederland zul je misschien hebben gehad dat er 100.000 voertuigen waren. Er waren in de oorlog misschien 200.000. Maar 40 jaar later, je dacht, zit je met 4 miljoen voertuigen. Dus dat klopt niet. Dit komt met zeer grote waarschijnlijkheid door het gebruik van radar, in dit geval in de oorlog. Radar. Daar hebben ze gigantisch op gezet. Om dus uiteraard vriend en vijand te bespieden en daartoe op reacties los te laten. En gaan ze maar door. Wij zagen dus al dat er duidelijke pieken waren. En dat er ten opzichte van de globale tendens zelfs iets dalende temperaturen waren. Terwijl de CO2-concentratie gewoon blijft doorstralen. De straling speelt dus zeer waarschijnlijk de doorslaggevende rol. Een andere, toch aangeziene onderzoeker, zekere Dr. Priyanka Bandara, in Australië blijkbaar, die zich daar zorgen over maakt, of heeft gezegd, jongens, moeten we de zaken anders bekijken. Hij zegt, hij heeft dus een grafiek gemaakt met de toename van de straling, van de elektromagnetische straling in de atmosfeer. En het onderste lichtgroene, dat is wat er over het frequentiespectrum van ongeveer, zeg maar, 0, een pakweg is van 1 megahertz tot 1 terahertz, dus van 10 tot de 6e, tot 10 tot de 12e, wat de straling, het watt per vierkante meter, de vermogensflux, is toegenomen voor die frequentie, over die hele frequenties. En ja, als je dan nog denkt dat dat niks uitmaakt, we komen nu op de getallen. Bij 2,4 gigahertz, dat was waar het eigenlijk een piek zat, daar gaat hij. De natuurlijke achtergrondstraling zit bij 10 tot de min 20ste. 10 tot de min 20ste. Die gaat in de 15 jaren toenemen tot 10 tot de min 16e. Daarna, in de 80er jaren, gaat hij naar 10 tot de 9e. In de 10 en de 20 tiener jaren gaat hij naar 0, of 10 tot de min 1, 0,1 dus. Er is dus rondom die frequentie van 2,4 gigahertz, en dat is de frequentie van water en waterdamp, dus van wolken, dus van de atmosfeer,
dat de magnetron, de microwellenoven enzovoort, al dat spul werkt op frequenties die in de buurt liggen van de 2,5 gigahertz. Precies die frequenties die water doen opwarmen. Bij mensen, dieren, planten, bij alles wat levende wezens, op dat water in zit. Daarom zijn die. Die zijn niet om de botten warm te maken in een magnetron. Die straling is dus met een factor, ja, ik heb het zelf gelezen, ten opzichte van de achtergrondstraling gestegen. En als je dan nog eens wetenschapper denkt dat het allemaal geen kwaad kan, dan denk je toch wel een paar pannen uit hebt, om het zo te drukken. Over dat hele spectrum, vanaf nul zelfs, nul is niet tussen aanhalingstekens, bij nul is die straling nog altijd met een factor 1 miljoen gestegen. Watt per kwadraatmeter is dus... Bij 100 megahertz, dat is waar de FM-zenders zitten, is die straling met een factor 100 miljard gestegen. Bij 10 tot de 4 hebben we net gezien, dat is een 1 met 19 nullen. Hoe dat uitspreken, weet ik niet. En ik dacht dat ze nu tot 300 gigahertz mochten bij nog verder gaan de elektromagnetisering van de atmosfeer. Zitten ze bij een factor 1 miljoen. En bij 1 terahertz, 1000 gigahertz, daar zitten we eigenlijk op de frequentie, eigen frequentie van onze lichaamcellen. Daar is volgens die grafiek nu al de intensiteit gestegen met een factor 10.000. Ik laat dan het nuchtere, gezonde verstand van iedereen zover dat nog allemaal mogelijk is, over of dat wel een mogelijke negatieve invloed op onze gezondheid kan hebben. Dit is ook nadat Bondara zijn verhaal gedaan heeft van wat er allemaal ons al aangericht wordt met hoe de situatie nu is, hoe slecht het is voor onze gezondheid, stelt hij dus dat het hoogste tijd wordt dat men zich eens gaat bezinnen over wat de risico's zijn van al deze toegenomen stralingen. Wat men zich verder kan afvragen is, en ik denk omdat we straks gezien hebben dat vooral in de oorlog, terwijl er weliswaar toentertijd schoksgewijs wat meer voertuigen waren, maar in verhoudingsgewijs eigenlijk nog peanuts dan wat er dus in 1980 was, dat er toen toch een enorme piek in de CO2 zat. Of die CO2 wordt vastgehouden, of wat de interactie is, de wisselwerking, je kunt het al bijna raden, met die elektromagnetische straling en de wolken. Het CO2 wat in die wolken zit. Of dat zelfs nog invloed heeft op het wel of niet goed oplossen van het CO2 in de oceanen, wat een enorme factor speelt. En ga ze maar door. Of, en hoe die elektromagnetische velden, die natuurlijk voornamelijk geconcentreerd liggen op de continenten, of die niet het magneetveld van de aarde scheef trekken. Dat is ook nog maar een vraag. Ja, ik kan het niet direct oplossen, misschien voor een volgende vraag. Dan schrijft er een zekere mevrouw, dokter, professor Claudia van Werloff van de Universiteit in Innsbruck, schrijft een brief aan Greta. De grond voor al deze schrikkelijke veranderingen, also de reden van waarom het allemaal zo op de aarde zo wild aan toe gaat, zegt zij, is niet CO2, maar is de militaire, vanuit militaire toestanden ontstaande ontwikkelingen omtrent de geoengineering, dus de chemtrails, waar ons meer bekend staat. Die, waar ze mee gestart zijn in de Tweede Wereldoorlog, daarna zijn ze gewoon doorgegaan. Zij is de oprichter van de club PBME, enzovoort, enzovoort. Ik heb er nog duidelijker meer van. Dat is de planetaire beweging voor Moeder Erde, spreekt natuurlijk Duits daar. Planetaire movement for Mother Earth, en dat is natuurlijk veel leuker en prettiger, aangenamer is de Spaanse versie die eronder staat, voor de Pachamama. Zij heeft een verhaal gehouden, wat relatief 20 pagina's of iets, op de Universiteit in Venetië. Kan je allemaal, dit zijn allemaal de internetlinks. Komen straks allemaal, die links komen allemaal op internet.
En dat is gebaseerd op het boek van Dr. Rosalie Bertel, The Latest Weapon of War. Dat gaat eigenlijk allemaal over dat chemtrail gebeuren en die stoffen en de elektromagnetische velden die gebruikt worden om de hele planeet, inclusief de mensen, te beïnvloeden. Inmiddels zijn er gletsjers ook weer aan het aangroeien. Je kunt je natuurlijk wel afvragen, en die groeien aan, ver afgelegen. Met andere woorden, indien de redeneringstrend klopt, die groeien aan in die gebieden waar geen chemtrails gesproeid worden. En waar zeer weinig tot geen zendmassen staan, dus waar zo weinig mogelijk straling is. Cultuurtechnische straling. Daar groeien die aan. De bosbranden in Californië en in Australië van de afgelopen keren, van de afgelopen maanden, die zijn daar geweest waar veel mensen wonen. Ik had er een paar dia's van, maar dat heb ik maar weggelaten. Ik kon je precies zien. Die waren precies in die zeer druk bewoonde gebieden. Net daar waar. Waar je ook bent, dit is bij mij een voortuin, de rechtse is een achtertuin. Overal zogenaamde chemtrails. Of je nou op vakantie bent, links op 1000 meter, ze sproeien je om de oren. Of je nou op 3000 meter bent, ze sproeien je om de oren. Net daar waar die gletsjers het meeste afsmelten, sproeien die als gekken. Dat wordt als ongelooflijk gesproeid. Ik kom in deze regio al bijna 40 jaar. Ik weet dus precies van hoe dat er aan. Het is onvoorstelbaar wat je daar ziet. Maar dat is natuurlijk hier niet veel anders. Een van de beste documentaires, vind ik, op het gebied van chemtrails, het is inmiddels al een jaar of 5, 6 oud, is die van die Italiaanse die bioloog en die fysicus, die gemaakt is en die staat grandioos op internet in meerdere talen. De Nederlandse vertaling staat hier op Earth Matters. Zij, in die documentaire wordt er gezegd van ja, wat die nou werkelijk verdienen. Dat ze een averechtse werking hebben. Met name dat je nog extra lagen gaat creëren waarop straling reflecteert, respectief waar de afkoeling van de aarde is natuurlijk ook straling. Warmtestraling, waar die ook nog, waar die vastgehouden wordt nog. Dat natuurlijk die stoffen die gebruikt worden helemaal guur zijn. En schadelijk. Potentieel schadelijk. Tot zeer schadelijk. Even een opsomming van de stoffen die zij noemen, en die zijn volgens mij nog niet eens compleet, want anderen noemen nog veel andere, die onderstelling nog veel erger zijn. Barium, aluminium, mangaan, thorium, dat zijn natuurlijk allemaal zeer fijn verdeelde stofjes die in de atmosfeer geblazen worden vanuit dus, jets, vanuit vliegtuigen. Tot en met bacteriën en virussen. Het wordt allemaal opgesomd in die documentaire. Zeer de moeite waard, ik geloof dat het een uur is of nog langer, om anderhalf uur. Om zich dat eens op je gemak te bekijken. Nogmaals, is het nog niet eens compleet. Deze substanties zitten dus ook in de lucht die we inademen. Dat is logisch. Wat betekent dit voor onze longen? Ons wordt wijsgemaakt dat wij door de uiteraard ook niet prettige stoffen die vrijkomen bij fossiele verbranding, dat we daardoor gigantisch vele toename hebben in de longziektes. Maar wat gebeurt hiermee? En hoe schadelijk is chemtrails, zijn die substanties ten opzichte van de gewone uitlaatgassen, respectievelijk de gewasbeschermingsmiddelen die in de landbouw gebruikt worden? Vergelijk dat eens met elkaar, daar hoor je nergens wat van. De combinaties dan, je hebt die combinaties ook nog van die stoffen. Die stoffen zijn, worden ook duidelijk aangegeven door die onderzoekers, zijn teruggevonden op de gewone buitengewassen. Zelfs bio natuurlijk. Gewoon neergekomen. Terwijl ze niet zijn geconstateerd
in producten die uit de kassenbouw komen. Ja, eigenlijk ook logisch. Een overal conclusie over straling en die stoffen enzovoorts geeft dokter Dietrich Klingaert zeer aan te bevelen, in slechts 8 of 9 minuten, dat dit gewoon crimineel is. Tegenstellingen. Ja, wat moet je daarvan denken? Een fundamentele bouwsteen voor alle organismen, alle levende organismen, is koolstof. Zonder koolstof zijn we er niet. Wellicht indirect of direct, indirect via CO2 opgenomen. CO2 speelt overigens ook een bepaalde rol bij bepaalde processen in ons lichaam. Verteringsproces onder andere. Ondertussen wordt ons CO2 tot het grootste, gevaarlijkste gas wat er bestaat, verklaard. En men wil dus van de meest schone, normale, zeg maar, fossiele brandstof, dat kan ook nog de zon, zien we dadelijk nog, wil men dan waterstof maken en de zee diep onder de grond verstoppen als het grootste gif wat er is. Uiteraard die gigantisch hoge kosten, en daar is het waar om gaat. Wat kosten zijn, verdienen ook mensen heel veel. Dat is eigenlijk de clue. Nog eens een beetje verder die tegenstellingen. In de kassenbouw wordt CO2 ook nog gebruikt om de groei te bevorderen, aan te wakkeren. Is ook zo. In de waterzuivering wordt kool, actief kool, gebruikt om te zuiveren. Wordt ook gebruikt in de geneeskunde voor bepaalde vergiftigingen. Dan nog een schepje erbovenop, is een E-nummer, E-153. Een zwarte kleurstof met een functie, om te kleuren natuurlijk, en dan zwart. Wordt toegepast in lekkere liqueuren, lekkere chocolade en ook nog eens een waslaagje op de kaas. En een toelaatbare hoeveelheid is blijkbaar niet vastgesteld. Dit is wat het is. Zonderheden, Amerika en de Verenigde Staten hebben ze gezegd, nou, dit is bij ons verboden. Omdat het mogelijk kankerverwekkend is. Een jaar of 30 geleden vond ik in de toenmalige Polytechnisch tijdschrift, wat ik iedere week kreeg, deze advertentie of dit verhaal. Toen werd er een zekere professor De Groot werd aan de UT in Twente benoemd tot professor toen. En zijn verhaal was, in intrede reden, er wordt enorm veel wetenschappelijke onzin over de hoofden van de mensen uitgestoken. Ja, dat is ook zo natuurlijk. Dan kun je natuurlijk op basis van mijn verhalen en andere verhalen niet meer langs. Ik denk dat moet je uitknippen, dan komt je nog eens een keer van pas, dus nu. Oh. En dat is verlengd, hè? Ja, de meeste van jullie zullen het wel kennen. Hebben ze ons, en ook de media doen heftig mee, heeft Time Magazine, heeft in 1977 met de cover een editie uitgebracht van hoe je over de komende ijstijd moet komen, hoe je dat moet overleven. 2008, dat is het dus 30 jaar later, komen ze met een ander verhaal dat de wereld vergaat door het bijna verbranden. De geconstateerde conclusies uit dit verhaal. De geconstateerde mondiale temperatuurstijgingen van de afgelopen 50 tot 100 jaar komen voornamelijk voor rekening van enorm, maar ook gigantisch toegenomen elektromagnetische straling. Afkomstig van draadloze telecommunicaties, installaties. Aller aard, ook uiteraard, van wat we thuis hebben. Hoewel het natuurlijk wel kleinere zenders zijn. In alle vormen wat draadloos is. Alles wat draadloos is. De thans aangewende methodes voor het klimaat, met name de geoengineering, is natuurlijk, heeft een averechtse werking en we worden er ook nog, als we pech hebben, ziek van. Het stukje energietransitie, als dat nog moet. Als we dan toch energietransitie willen, in het kort gezegd,
energievoorziening zonder gebruik te maken van fossiele bronnen, dan moet er gesteld worden dat we al 100 jaar geleden konden. En misschien zelfs al 1000 jaar geleden hebben we een vorige voordracht kunnen horen. Maar ja, laat maar 100 jaar, we worden korter bij huis, dat weten we nog allemaal, dat kunnen we nog allemaal nakijken. 100 jaar geleden had dat al gekund. Nikola Tesla had er een verhaal voor en ook dokter Thomas Henry Moret. In Nederland is dat vermoedelijk de Fries Johannes Wadenier geweest, die een soortgelijk apparaat heeft ontwikkeld of gebouwd, waarmee dus eigenlijk elektriciteit opgewekt werd uit de omgeving. Die zeggen nu niks uit de omgeving, tap gewoon de energie uit de omgeving af. Recentere oplossingen, voornamelijk op water, voor kleinschalige en grootschalige, maar ook mobiele toepassingen, komen er gewoon aan en hopelijk worden ze niet tegengehouden, want dan is het een derde. In dit boek van dokter Nieber, voormalig medewerker van de NASA en voorzitter van de Duitse Vereniging voor Raumenergie, dus voor Free Energy, in dat verhaal wordt nog eens het Tesla, Nikola Tesla, de auto van Nikola Tesla, de PSR 8, beschreven hoe die al rond 1930, 1940 rondgereden heeft, wekenlang in Amerika met een auto waar geen diesel of benzine of wapen in was. Wel een motor natuurlijk, maar in die liep op omgeving. En in diezelfde tijd was er Henry Moret. En dat is een heel verhaal van op internet, ik weet niet hoeveel pagina dat was, en uit het hoofdstuk is het citaat. Hij was dus in staat om energie op te wekken, van buitenaf aangetrokken, maar die kwam niet uit een apparaat. Dat is wat men ziet. Dat kan niet, dus wat ons verteld wordt. Dat probeert we mogelijk, dat kan niet. Die energie komt van buitenaf, hij zegt het komt van buitenaf. En hij produceerde toen al, het was blijkbaar iets zo goed als een sinaasappelkistje, die waren 50 kilowatt. Daar kun je dus gewoon echt met een auto rijden. Bij 25 kilowatt kun je met een gewone personenwagen 100 per uur rijden. Ter vergelijking. Met 20 kilowatt kunnen, als je continu produceert, kunnen 50 huishoudens elektriciteit krijgen hier in Nederlandse verhoudingen. Het hele jaar door. Ik ga verder niet, er zijn dus inmiddels zeker 10, dan misschien nog wel meer, methodes om eigenlijk elektriciteit op te wekken uit de omgeving. In Nederland, mensen die zich daar sterk voor maken en ook veel publiceren, hele verhalen, ook uit Amerika, waar dan ook, is van Free Energy for All. In Duitsland is de DVR, Raumenergie. Dergelijke verenigingen zijn er ook in Oostenrijk en in Zwitserland, die zijn heel actief. En een zeer goede bron van informatie is de Jupiter Verlag uit Zürich met een Nationaal. Nu nog even de belangrijkste, wat ik vind, enkele van de belangrijkste installaties die met water werken. Dit heb ik dus verteld een jaar of 3 geleden, geloof ik. Uitvoering, ik zeg het nog maar in één of twee zinnen. Dit is een apparaat, we noemen het paternoster. Dit is een soort lift, wat je ziet met die kazen. Dat zijn dus bakjes, die in een bak met water, hieronderin zit water. Je moet je voorstellen, als die bakjes leeg zijn, draait dat ding rond in die bak en heeft het alleen maar de weerstand van het ronddraaien van die bakken in dat water. Een andere toestand die je moet voorstellen is dat die aan één kant die bakken gevuld zijn. Dan heb je dus van die kant uit een aandrijvende kracht van al dat water wat in die bakken zit naar beneden toe. En de truc is nu dat die met een compressor die aan de andere kant ervoor zorgen dat er lucht zit, zodat ze natuurlijk niet 100% voor elkaar krijgen, en aan deze kant alleen maar water. Zo, dat is de rekenkundige achtergrond van het verhaal. Waar pas in 1919, vorig jaar, terwijl dit al jaren verkocht wordt, en mensen rekenen aan met Archimedes, daar kom je er niet uit, we hebben gewoon gerekend.
op internet staat, staat op dat verhaal, het komt allemaal op internet, hoe men dat berekende. Dan moet je nog voor goede huizen komen om dat dan uit die pagina's berekening te halen, hoe je dat moet zien. Maar het klopt, als je dat zo berekent, wat ik net zei, van, als het aan één kant water is, en je kunt dit vol ter beschikking krijgen, wat naar beneden valt, valt met een valversnelling, ieder bak gaat met een valversnelling naar beneden, net zoals een steen naar beneden laat vallen, gaat steeds sneller, tenminste tot een 200 km per uur of zoiets, is de weerstand te groot. Dan kom je eruit en dan werkt het, zou het dus werken. In Nederland zijn hier aanbiedingen gedaan tot 100 megawatt installaties, daar is niks van de grond gekomen tot nu toe, helaas. 100 megawatt. Van 1 kilowatt continu, 1 kilowatt, niet 100 megawatt, 1 kilowatt. Dat is dus het 100.000ste deel ervan, kun je al 2,5 huishouden van stroom voorzien. Komt gewoon niet van de grond. Die mensen, die oorspronkelijk aan de wikkelaar zitten in de buurt van Keulen, die zijn inmiddels naar Thailand uitgeweken om daar hun product aan de man te brengen. Ja, dat is ongelooflijk. Dit kwam vorig jaar juni in de picture in Stuttgart. En dit is wat de Marcus Butenjok noemt de Gravini-energie. Hij benut ook de zwaartekracht, en dat deden ze daarnet ook. Ze verbruiken geen water, ze gebruiken op een slimme manier de zwaartekracht. Dat doet hij ook. Je ziet het hier niet zo in, maar hij doet dat ook. Voor dit ding was het iets van 20 kilowatt. Wat hier staat, zou je 20 kilowatt mee kunnen doen. Hij werkt praktisch atmosferisch. 50 is goed, zou goed zijn voor 50 huishoudens hier in Nederlandse conditie het hele jaar door een stroom te voorzien. Zo'n bak. Kun je ook eigenlijk limited, unlimited opschalen. Dan eigenlijk het topper, wat tot nu toe is blijven hangen. Is dus de HEG, de hydraulische elektrische generator, ik heb hem hydraulische resonansgenerator genoemd, van Dr. Markin, Rus. Hier is een boekje waar het in het vorige nog wordt beschreven, heel in het kort. Deze cilinder, je ziet het, is met de man erbij op 1,50 meter tot 2 meter, die kan 250 kilowatt tot 1,5 megawatt. Even vergelijken met een windmolen die 1,5 megawatt kan. Hoe werkt dit? Hij wekt hier een knal op, zeg maar plat, die veroorzaakt een drukgolf in deze buis, en die twee, die heeft hier een kleinere diameter, wat grotere diameter. Dat is allemaal zo gedimensioneerd dat die drukgolf hier in en weer blijft lopen. De beweging van het water is slechts een breukdeel van een millimeter. Dus dat water gaat niet uit die buis hier. Dat blijft daarin. Die golf blijft daar staan, ja, dooft uit. Als je dat exact doet, blijft die hangen. Dat moet zeer nauwkeurig zijn. Die drukstoot en ook die afmetingen. Maar goed. Hier in die bovenste buis zit een folie. Wat je eigenlijk ook hebt bij de aansteker. Aan het gas, dus piezo-elektrisch. Je brengt druk uit op piezo-elektrische installatie, maakt een stroom. En die stroom tap je af. Dat is het idee. Schijnbaar is dit, ik kan het me ook wel een beetje voorstellen, die hoge frequentie, je praat hier dat hier die drukgolf met 2000 hertz, dus 2000 keer per minuut, hoog en neer. Dat moet je maar eens proberen uit te doen. Als jij gas aanknipt, dat is niet 2000 keer per seconde, nee, dat is... Hè? Blijkbaar, maar op dit moment zijn er demonstraties te lopen met 250 kilowatt. Dat is natuurlijk toch een heleboel voor een ding van 1,50 meter. Dan iets zeer onaangenaams. Wat eigenlijk tendentieus is voor het hele gebeuren. Als je het praat hebt, als je het hebt over free energy of... Die Gesellschaft für Förderung der Erneuerbare Energie, GFE, een Duitse club die op een gegeven moment een motor op de markt bracht, zeg maar een omgebouwde dieselmotor, en die liep op 80% water en 20% koolraapolie.
wat we dus van die gele velden afhalen. Want de krachtkoppeling, zeggen we hier. Hij maakte, in een container maakte hij 75 kilowatt elektrisch. En daaraan, aan warmte, had hij nog eens een keer 130 kilowatt. En hij gebruikt daarvoor slechts 0,135 liter olie, koolraapolie. Dan kun je even weten van, is dat nou wat of is dat niks? Normaal zou dat 0,25 tot 0,3 liter zijn. Ja, die denken, ja, die mensen krijgen de Nobelprijs, of wie weet ik wat. Zij maken elektriciteit mogelijk uit water. Dat valt dus wel even tegen, want dat team krijgt 36 jaar gevangenisstraf. Dat boek wat je daarnet rechts zag, is geschreven door de chef Fuhrer. Dat heb ik persoonlijk van hem gekocht. 400 pagina's doet hij uitvoerig verslag over dit hele verhaal. Skandaleus. Zij worden in 2010, de hele chef wordt gearresteerd op basis van beschuldiging van gewerfsmeestige, ze hebben bedrog gepleegd met verkopen en dergelijke, en bandenmeestige bedrog, bende. Na drie jaar, worden ze veroordeeld in totaal voor een 55 tot 60 jaar gevangenisstraf. En de eigenlijke beschuldiging was, dat ze uiteindelijk, hebben ze dan gezegd van ja, die warmtekrachtkoppeling, blokheidskraftwerk, Duits, dat kan niet functioneren. Dat kan niet. Je kunt geen motor op 80% water laten lopen. Dat gaat gewoon niet. Dat gaat niet volgens de fysische wetten, klopt. Het klopt niet, probeert het onmogelijk. Twee belangrijke opmerkingen van het hele proces, dat was een schandaal, maar goed, ja, moet dat boek eens nog schandaliger dan wat ik hier vertel. De rechters nemen geen notie van de technische testen die onder andere door hun aangeordend zijn. Van de TÜV Süd, denk maar de Duitse TNO of iets, en een of ander instituut DEKRA. En die komen nog tot veel gunstiger, nog gunstiger. Ja, niet 0,135, nee, die komen op verbruiken van 0,115 per geproduceerde kilowattuur. Het zijn dus rendementen die liggen in de buurt van de 85-90% elektrisch. Wat normaal gesproken maar iets van 35-40 is. En daar zijn die op aangevallen. De rechters en zelfs hun geraadpleegde technisch-wetenschappelijke adviseurs ontbreekt het blijkbaar aan bekende kennis. Zou ik zeggen. Want door de GHV, die gezelschap voor vernieuwbare energie, bereikte brandstofbesparing komt simpelweg tot stand doordat ze dus die olie voorverwarmen. Dat is iets meer in de richting van het GEET-proces, wat ook bekend is, GEET. Je verwarmt die koolraapolie, verwarm je voor, dus dan hoeft dat niet meer in die cilinder te gebeuren voordat die ontbrandt. Dat scheelt enorm. Daar komen ze zelfs mee op 20-30% besparingen. En de mogelijke directe splitsing van het water in waterstof, maar eerder hier watergas, HAO, en de direct daaropvolgende instantane verbranding weer, naar H2O. Dat brengt dus die besparing. Maar dat wilde die niet horen, blijkbaar. Hier zie je op deze video, opgenomen dus nadat die mensen inmiddels uit de gevangenis zijn, ik zeg nog eens, het komt allemaal op internet. Dat werkt, was er dus nog een test gedaan hebben in juni. In juli is het geweest. Is wel erg luidruchtig, want het zijn natuurlijk motoren. Nog een stapje verder, dus dat werkt. Nog een stapje verder, professor Aldema Murphy, hier in Stuttgart laat zien, hij heeft het hier in Breukelen ook nog eens laten zien. Of hij heeft hij ook nog een verhaal gehouden. Laat zien dat hij met water, wat hij dus gebruikt, en waarbij hij een ultrason apparaatje inzet om dat water te verdampen. Hij maakt dus eigenlijk watergas, HHO, dat is zeg maar een tussenstof tussen waterstof en water. Maar wat eigenlijk toch veel energie brengt. Overigens, water
stof, een beetje water moet ik zeggen. Water, als je helemaal op water kunt vergelijken, zien ook nog, dan heb je om een vergelijkbare energiehoeveelheid in te verspijkeren in je auto, heb je 3 keer zoveel water nodig. Omdat in water zelf slechts 11 megajoule zit per kilo, terwijl het in benzine 30 is, 30 tot 35. Dus je moet, zelfs als je helemaal op water hebt, heb je dus wel een dikkere tank nodig. Maar het is alleen maar water, kost niks. Dat is net het probleem, het kost niks. Hij doet dit ook en hij kan zelfs volstaan met 5% benzine. En kan dan met zijn auto rijden. Doet hij. En maakt dan 40%. Ja Piet, dat moet dan toch zeker 80, 90 zijn. Nee, het komt dus omdat je dus veel meer water nodig hebt. 40 minuten staat ook op internet. Dan krijg je dus de Amerikaanse uit Walter Jenkins, die hele verhalen. Doet eigenlijk hetzelfde, heb ik begrepen. En hij zegt, nou, dit is een fantastisch, uniek proces. Kost bijna niks, want je rijdt op water. Alhoewel hij ook zegt, van, hier zegt hij het, 95% water, maar spoedig 100% water. Hij doet dus ook diezelfde ultrasoneverdamping, een soort ultrasoneverdamping, waarmee hij dus dat watergas maakt. Zelfs uit zeewater. En ze gebruiken er gewoon water voor, want al bedaar heb ik eens gezien, die dronk dat gewoon. Zelfs omzetting van zeewater naar brandstof is mogelijk. Volledig op te schalen naar zeer hoge vermogens en mobiel enzovoort enzovoort. Dit verhaal van Walter Jenkins, eigenlijk een soortgenote, betekent dus eigenlijk dat H2G noemt hij het. De tussenfase van automotoren via elektrisch naar, of nou elektrisch kun je vergeten, heb je niet nodig. Je kunt direct naar water aan de gang. Dus alle, voor zover het überhaupt mogelijk is om alle auto's die inmiddels, die miljoenen, miljarden auto's die inmiddels rondrijden. De huidige verbrandingsmotortechnologie hoeft daartoe slechts zeer gering aangepast te worden om met dat watergas de zaken te kunnen rijden. Dat gebeurt nu al. Overal conclusies met dit energie uit water, overal toepasbaar, goedkoop, beschikbaar, weersonafhankelijk, niet als de zon schijnt of als het waait, stationair, mobiel, onkwetsbaar, vrijwel onkwetsbaar, omdat het diffuus door de hele maatschappij aanwezig is. Niet omdat er ergens plaatsen, dus niet natuurlijk ook met grote centrales die er staan, maar ook met grote windparken op zee, die zijn natuurlijk zeer kwetsbaar, daar wordt hier niet over praat. Momentaan flexibel en heeft een zeer geringe opslag nodig. Als je dus die auto, als je daar nog bij wijze van spreken een condenserstap achter kunt schakelen, dat je dat water nog gebruikt, want hij verbruikt dus wel water als je normaal dus door de motor trekt. Terwijl die andere toepassingen van de HRG, wat ik net heb gezien, en de KPP met die molen, ja, die verbruiken geen water. Die gebruiken dat wel, maar het wordt niet verbruikt. Het is niet zoals bij een waterkrachtcentrale, water stroomt erin, iets gebruikt. Nee, dat is niet. Goeie vraag. Niks, hè? Nee, niks. Ik denk niks. Zoek niks. Ik zeg niks. Totaal overal conclusies. Trekt achteraan. CO2 klimaatverhaal klopt niet. De primaire oorzaak, de huidige sterke temperatuurstijging, is de extreem toegenomen cultuurtechnische elektromagnetische straling. Punt uit. Dat is de voornaamste oorzaak. Indien die er niet geweest zou zijn over de laatste 100 jaar denk ik dat we nog veel kouder zouden hebben, dat moet ik erbij zeggen. De tendens zette zich steeds nog verder aan. Geoengineering, of de chemtrails zoals je het noemt, is natuurlijk een slechtere medium. Het dient niet het degelijke doel en is dus met zekerheid grenzen waarschijnlijk ook nog schadelijk voor onze gezondheid en een beetje. Voor een schone, anderzijds zelfs, voor een schone energievoorziening en dus een schoon milieu, zijn er, of beter gezegd, waren er vroeger al, 100 jaar geleden, misschien zelfs al 1000 jaar geleden, tal van goede oplossingen met
nu water als grote favoriet, tenminste in mijn visie. Energietransitie, als we dat dan willen, dat kan ook nog. Maar dat kan dan ook nog voor meer dan 999 miljard goedkoper. Dat is veel. Dat is dus wat ze dus, wat dus nou eigenlijk, wat het kost hier op een heel land, tenminste nog wel meer denk ik, 1000 miljard, die grote klopt wel, denk ik. Maar ja, het kan 1000 miljard of nog meer goedkoper en met die goede, positieve mededeling wil ik het verhaal afsluiten. En wens jullie welzijn en gezond zijn in een natuurlijk milieu. Met een blauwe lucht en echte wolken en een fantastische natuurlijke omgeving. Bedankt voor de aandacht.